De sloop- en nieuwbouwplannen van 30 woningen in de Verbindingstraat in de Pijp stuiten op verzet van huurders en krakers. De woningcorporatie wil er sociale huurwoningen slopen en er deels dure koopwoningen van maken. De achtergebleven huurders zijn tegen, omdat er in de buurt te weinig sociale woningen over zouden blijven. En zij krijgen steun van krakers die inmiddels een groot deel van de leegstaande woningen hebben gekraakt. Het gaat om dit stuk in de Verbindingstraat, dus het heet ook wel het Verbindingsblok, maar het gaat eigenlijk om een paar panden hier nog in de Kuip. Herre de Vries huurt al jaren een woning in de Verbindingstraat. Hij is een van de laatste achtergebleven huurders. Het is gewoon wrang dat de eigenaar deze panden ooit bijna voor niks heeft gekregen. 15 jaar lang er niks mee heeft gedaan, of misschien nog wel langer. En dan vervolgens er zo op deze manier geld mee gaat verdienen. Maar volgens woningcorporatie Eigen Haard is sloop de enige mogelijkheid. Panden verkeren in een zeer slechte staat. Ze zijn niet meer grootscheeps te renoveren. We hebben ervoor gekozen om te slopen. Dat is helaas is er geen andere mogelijkheid. Als wij de woning hadden kunnen redden, hadden we het zeker gedaan. Op het moment dat je weet dat je grootscheeps gaat renoveren of gaat slopen, dat je minder gaat investeren in het onderhoud en het beheer van woningen. Dat betekent niet dat onze huurders die nog inzitten in slechte woningen moeten zitten. Maar de bewoners vinden dat Eigen Haard veel te weinig aan onderhoud heeft gedaan. Nou, we zijn hier in de buitenplaats van de woningen. Bij de woning waar het balkon naar beneden is gestort. Dat kunnen we hier op 3 hoog zien. Alle balkons waren in principe al afgekeurd. En dus de bewoners mochten er niet meer op. Maar er werd niet steeds gecontroleerd of die balkons wel zouden blijven hangen. En toen is vorig voorjaar het balkon van 3 hoog naar beneden gekletterd. De lege woningen zijn door krakers betrokken. Zij begonnen een buurtcafé en strijden nu mee tegen Eigen Haard. Het zijn ongeveer 30 sociale huurwoningen. Als je ziet dat ze dat nu helemaal in de verkoop willen gooien, zijn het weer totaal 30 woningen die zich onttrekken aan de sociale woningbouw. En mensen met een lagere inkomen of starters worden steeds meer naar de buitenranden van Amsterdam geduwd. Volgens Eigen Haard zijn 12 van de 36 nieuwbouwwoningen bestemd voor sociale huur. En blijven er voldoende sociale huurwoningen over in de straat. De corporatie hoopt over een paar maanden te kunnen beginnen met de sloop.